doelpunten vandaag hierin, zei Rijp. In een wedstrijd waarvan ik zeg van hij was niet goed, maar de spanning vergoedde heel veel. Ja, nou, je zei net dat, dat de mensen die Pazai wouden zoeken. En dat er uiteindelijk voor gekozen hebben om hier te komen, die hebben de goede keuze gemaakt. Want ik denk dat het een ontzettend spectaculaire wedstrijd was. En ja, Polster heeft gewoon heel veel kwaliteit. En dat zie je vandaag ook met Bijlsma en Tom Dijkman. En een aantal meer jongens, de broertjes de Groot. En dan moet je daar strijdlust tegenover leggen. Het eerste uur hebben we dat niet altijd gedaan, vind ik. Ik vind dat we de eerste uur de goals ook wat makkelijk weggegeven hebben. En op duur, ik denk vanaf het moment dat Geert van der Veen in de spits kwam te spelen, toen werden wij ook echt dreigender. En toen begonnen we de duels te winnen en maakten we ook de 3-3. Nou goed, en dan op dat moment, na de 3-3, gingen beide ploegen vol voor de winst volgens mij. En dan kan die twee kanten opvallen. Maar uiteindelijk valt hij voor mij diep in blessuretijd. Valt 3-4 helaas voor ons aan de verkeerde kant. Maar goed, ook daar is een kwaliteit. Dennis van Dijk, Arjan de Vries gleed volgens mij even uit. En dan is Dennis van Dijk is vrij. En dan ligt hij erin. En dan is 3-4. En dan is die 3-5 nog voor de statistieken. Ik denk een krankjorme wedstrijd. Dat is wel een mooi woord, hè? Krankjorme. Maar ik denk dat het voor het publiek een hele mooie wedstrijd is geweest. Voor ons op het einde natuurlijk helemaal. En het was een wedstrijd waarbij wij, denk ik, voetballend het grootste gedeelte de bovenliggende partij waren. Ja, we komen een beetje knullig achter. Herstellen ons weer, maken de 2-1 en dan denk je nou eens klaar. Dan krijg je toch weer een beetje een lullige goal tegen. Even niet 1-0 hoor. We zaten ernaar te kijken. Jullie hadden al de beste kansen gehad, 1 keer op de paal zelfs. Dan valt die goal niet aan jullie kant. En dan na een minuut of 25, 30 komt er een vrije trap van de Fievel. Die bal zeilt in het doel. En ik denk bij mezelf, wat is Rodi Polster aan het doen? Of beter gezegd, waarom doet hij niks? Ja, dat zal iedereen gedacht hebben. En ik denk achteraf hij ook. Hij zal er wel verkeerd hebben ingeschat. Nou ja, een keeper, ja, dat is nou eenmaal zo. Als je een foutje maakt, dan is een goal. Maar daar heeft hij zich prima hersteld. Dus ja, ook hem kan dat overkomen. En hij zegt, daarvoor hadden wij de goal al moeten maken. Nou ja, dan kom je 1-0 achter. Dat is even, je ziet even 5 minuten een beetje de teleurstelling. Maar daarna pakken we het op. We maken nog gelukkig voor de rust de 1-1. Wat heel belangrijk is. Ja, goed stoorwerk voorin, denk ik. Hè? Te lang aarzelen, ja. Bij de Fievel goed ingrijpen. Absoluut. Ik denk dat ook als je bij ons vandaag 1 jongen moet noemen, is het Stijn Recht, denk ik. Die echt op het middenveld heerste en overal druk zette en overal bij was. En ook dankzij hem kwam die eerste goal. En Dennis maakte hem goed af, maar Stijn was degene die weer in balbezit kwam. En dat was heel belangrijk. En dat hebben we een aantal keer heel goed neergezet, dat we direct druk hielden en daardoor ook weer in balbezit kwamen. We wouden oplossen met een 1-3-4-3 opstelling tegen Polster. Uiteindelijk zijn we ook zo blijven spelen. Maar we waren wat zoekende met de poppetjes. We hebben op duur hebben de poppetjes wat omgedraaid na 20 minuten. En toen vond ik dat we iets meer controle kregen. Maar zeker de eerste 20 minuten vond ik dat wij overal te ver van de man af stonden. Dat we te veel hun lieten voetballen. We werden ook door hun kwaliteit wat achteruit gedrongen. En lagen er gewoon hele grote gaten op het middenveld. Na 20 minuten kregen we dat wat beter onder controle. En ja, goed, toen werd het ook een echte wedstrijd, denk ik. Dan komt die openingsgoal voor jullie als een geschenk uit de hemel, denk ik, hè? Ja, nou, dat gaf zeker wat vertrouwen. Daardoor kwamen we ook. Ja, op dat moment vond ik ook dat we de wedstrijd wat meer onder controle kregen. Vlak voor rust spelen we heel knullig de bal. En dan is ook Dennis van Dijk weer als, heel scherp erbij. En dan is het 1-1 op een vreselijk vervelend moment. En dan zie ik Jesse Smit opduiken volgens mij. Die komt erin. En de beste keer dat hij de bal aanraakt, is het meteen bingo. Ja, dat is wel mooi voor hem. Jesse is lang eruit geweest. Hij is denk ik eind november heeft hij zijn laatste wedstrijd gespeeld. Hem streng blessuren. En dan komt hij erin. Ja, voor hem is niks mooier dan een goal maken. En het is natuurlijk ook, we weten ook, hij kan een goal maken. Is wat dat betreft voor ons wel weer belangrijk dat hij er weer bij is. En voor hem is het heel goed dat hij er weer kon spelen. Ja, en dan nog denk ik bij mezelf van, verdorie. Nou hebben jullie de Fievel nog een keer in de wedstrijd. Want je gaat eigenlijk een beetje weer te gemakkelijk met het spel om. Ja, maar dat is wel een beetje inherent soms aan ons. We hebben voetballend altijd perfect willen we het graag doen. En dan denk je soms wel eens van nou iets sneller, iets meer druk erop houden. En laten we het een klein beetje weer vieren. En dan krijg je een counter, maken ze direct weer de,
de 2-2. En dat was wel heel zuur. Waar wij in feite al lang dingen de 3 en de 4 moeten maken. Doen we het weer niet. Nou ja, dan wordt het weer gelijk. Dan komen we toch nog weer op voorsprong. En dan denk je, nou is klaar. Ja. En dan maakt Geert van der Veen toch nog weer de 3-3. En dan weet je, dan wordt het nog heel lastig. Ja, was het volgens mij een spectaculair einde. Zeker het laatste half uur was voor het publiek hartstikke mooi, denk ik. Emoties alom bij de zijkant, hè? Emoties alom. Dat hoort er een beetje bij, toch? Dat hoort een beetje bij. En we hebben een zwaar weekend gehad met zaterdag Olvide en nu Polster. En ik vind dat we ons van onze goede kant laten zien. En dan is het maar zuur dat je maar één puntje hebt. Ja, inderdaad, zuur. Je zegt het zelf al, zaterdag Olvide 1-1. Polster verlies je dan met 5-3. Ja, mensen zullen het niet geloven, denk ik, totdat ze het zien. Hoe kijk je naar de rest van het seizoen? Nou goed, ik, op dit moment staan we niet zo heel ver van de streep voor na-competitie, de play-off streep zeg maar. Maar ik vind dat wij te veel kwaliteiten hebben voor de positie waar we nu staan. Dus de FIFA gaat nog wel een hoop punten pakken. Wij gaan ons vrij makkelijk veilig spelen, denk ik. We hebben een selectie van 15, 16 man en daarmee moeten we nog 10 wedstrijden. Maar dat gaat helemaal goed komen. Zullen we één ding afspreken, Simon? Nou, wat willen we afspreken? Als jullie nou elke week zo'n spektakel bieden, dan komen we nog een keer vaker. Laten we dan ook afspreken dat wij de volgende keer aan de goede kant van de score staan. Er stonden heel wat trainers hier vandaag bij de zijlijn, waaronder die van Olvide. Dat is jullie volgende kluif. Ja, dat is de volgende. Ja. En zo blijven we iedere week weer opnieuw. Ik zeg het voor de wedstrijd zeiden we al van iedereen praat al over Olvide misschien. Ja, eerst vandaag en dan Olvide. Nou, nu is Olvide aan de beurt, ja. Qua fitheid zijn we er klaar voor. En voor de rest, kijk, zij staan koploper. En ik weet nog dat we daar na de wedstrijd en toen dat hun trainer toen zei, ja, het valt wel mee. Maar ja, hij is koploper. Dus zij zijn op dit moment de beste ploeg in de competitie.